dat betekent dat je als handhaver, jij kan dus wel zeggen van nou, bijvoorbeeld in... Lijkt een beetje gelijk verdeeld. Ik weet niet of dat dit kan zien. Lijkt een beetje gelijk verdeeld. Bij wijkraadvergaderingen geweest, wij zijn bij 7 verschillende vergaderingen van verschillende wijken geweest. Dierasiel zijn, gebieden waar kinderboerderijen zijn. Als dat burgerbesluit past binnen de financiële mogelijkheden en past binnen de wettelijke mogelijkheden, zover onze raad daarover gaat, dan kan het uitgevoerd worden. Maar is er nou extra geld nodig of extra krimp in wetten, minder vrijheid of juist meer vrijheid, ja, dan zal de raad daar toch nog iets over moeten zeggen. Er zijn 6 voorstellen over hoe om te gaan met het afsteken van vuurwerk rond oud en nieuw. Dat varieert van het instellen van vuurwerkvrije zones, voorlichting tot het verhogen van de kwaliteit van het vuurwerk zelf. Ik vind het heel interessant, want wij burgers mogen zelf meebeslissen in plaats van dat ze weten dan wat wij vinden, in plaats van dat ze moeten voorstellen wat wij vinden. Dit hele proces sluit perfect aan bij de nieuwe omgevingswet die in 2020 ingesteld wordt. En daar is dit een heel perfect voorbeeld van. Voorafgaand aan de besluitvorming vinden zogenaamde panelgesprekken plaats. Ook een aantal raadsleden zijn van de partij. Is dat lastig voor ze, nu ze min of meer buitenspel staan? In dit geval is dit ook best lastig, maar je gaat het proces in met vertrouwen en ook met vertrouwen het loslaten. En geen zekerheid dat het goed gaat, maar wel dat met vallen of zouden we verder komen. En dit is de weg die we aan het zoeken zijn. En dit is een prachtig initiatief wat daarin helpt. Het besluit van vanmiddag zal binnen de mogelijkheden worden uitgevoerd. En wie daarna nog een discussie wil voeren, heeft pech. Iedereen mag echt meedoen en dan hebben we geloot wie uiteindelijk mag stemmen. Dus niemand kan meer in Enschede zeggen, mij is niets gevraagd over vuurwerk. Iedereen is gevraagd, iedereen heeft ook de kans gehad om mee te besluiten. En het lot is gevallen op de 100 van vandaag.